je hart als je zegt ik wil niet helemaal voor lul staan, maar dat doet iemand die brons wint niet. Nee, zeker niet. Geweldige koers. Echt zo goed gereden als ploeg. Was echt koers uit het boekje. Ja, jij zat al vanaf het eerste uur eigenlijk mee in die kopgroep. Wat was het plan vandaag? Het plan was gewoon om met zoveel mogelijk mannen van voren te zitten. En we konden altijd gokken op Fabio in de sprint. Dus dat was echt een luxe situatie. Ja, en ik had gewoon echt een hele goede dag vandaag. Dus dat helpt natuurlijk ook. Ja, je overleeft dan uiteindelijk en gaat mee in die finale. Heb je nog eventjes gedacht, die titel die ga ik pakken? Na de laatste ronde reden we weg en toen heb ik gewoon vol doorgereden samen met Fabio. Want ik wist als we Fabio naar de streep rijden, winnen we sowieso. En zijn we gewoon blijven demareren om die andere jongens onder druk te zetten. Die reden niet meer. Ja, en dat werkt dan geweldig. Dat werkt perfect. Had je eigenlijk nog gedacht, want jij hebt onder andere een aantal keer aangevallen in die slotfase. Heb je eigenlijk gedacht, ze gaan mij niet meer terugpakken? Want die jongens hadden ook de hele dag al in de kopgroep gereden. Ja, tuurlijk. Ja, wat ik zei, ze reden niet meer mee. Ze liet het aan Fabio en mij. Dus toen ben ik gewoon blijven gaan om die jongens onder druk te zetten. Die moesten zo ook blijven rijden in de finale. Ja, en Fabio hoefde alleen maar mee te gaan en die kon het afmaken. Dus dat is mooi. Dikke maand geleden heb je een vervelend ongeluk gehad in Limburg. Dat zie je nog terug in je gezicht, laat ik dat zo zeggen. In dat licht, hoe voelt dan deze bronzen medaille? Ja, met Fabio's overwinning, met Fabio met de trui, dat voelt gewoon als een overwinning voor de ploeg. En die vierde plek in de tijdrit, die gaf me ook al wel een goed gevoel. Dus ik denk dat ik echt weer goed op niveau ben nu. En nu, hoe gaat de rest van jou? Tweede deel van het seizoen eruit zien? Ik rijd veel koersen de komende tijd. Geen rust meer natuurlijk, omdat ik al een tijdje niet gekoerst heb. Dus er staan heel veel mooie wedstrijden op het programma en ik denk dat ik goed in orde ben nu. Dus dan moet ik gaan verzilveren. Wat voor soort wedstrijden staan er dan onder andere meer op het programma? Etappekoers in Italië, Aosta rijd ik. En ik rijd de komende tijd het Nieuwsblad, Slag om Norg, klimtijdrit. Tijdrit in Vaals, in Emmen. Dus mooi programma. Aan het einde van het seizoen, waar gaat dat voor jou toe leiden? Want vorig jaar heb je al een heel goed seizoen gedraaid. Nu door omstandigheden tot op heden iets minder. Waar gaat het toe leiden volgend seizoen? Ja, ik denk dat de koersen die ik dit jaar gereden heb, die waren op zich goed. Niet heel veel gereden door die valpartij natuurlijk. En door een beetje pech. Maar als ik rijd, haal ik wel een goed niveau. Dus ik hoop gewoon de komende tijd goed te blijven rijden. En dan zie ik het vanzelf. Wil jij al prof worden komend seizoen? Als de mogelijkheid zou zijn, dan zou ik dat dit jaar wel willen, ja. Dankjewel. Sorry. Matthijs.